deze video ga ik een 12-hour challenge doen. Een reading challenge. En ik heb wel al vaker een reading challenge gedaan. Maar ik ben denk ik nog nooit over de 8 uur gekomen. Dus 12 uur is de goal. En ik wil ook wel daadwerkelijk echt 12 uur lezen. Dus niet hoe ver kom ik 12 uur met pauzes. Maar gewoon 12 uur solid reading time. I'm very excited. Ik heb de beste snacks gehaald die ik kon vinden. Dat is niet waar. Ik ben van plan om 5:30, 5 uur op te staan. Ik voel het extra on crack om heel vroeg te beginnen. En dan denk ik ook dat ik gewoon voor de dag door de meeste energie heb. Het leek me ook belangrijk, want ik heb al meerdere video's gekeken van andere mensen die reading challenges deden. Dat de soorten boeken die je uitkiest voor de dag, dat die wel bepalen of je er goed doorheen gaat komen. Nu ben ik bijna klaar met American Psycho. En tenzij ik vandaag nog lees, zal ik die wel morgen uit willen klappen. Maar dat zijn echt nog 50 bladzijden of zo. Verder heb ik hier een heel fantastisch stapeltje van hele leuke boeken. Ik heb House Across the Lake van Riley Sager. Ik heb hier laatst één boek van gelezen van deze schrijver. En dat was, ik weet niet meer wat dat was. Maar daar heb ik in ieder geval denk ik 5 à 6 uur over gedaan. Dus ik denk dat dit wel een chille read is. Die readable is voor mij om ook in één dag uit te kunnen klappen. Ik heb Sharp Objects van Gillian Flynn. Ik weet dat hier een serie van is gemaakt. En die heb ik nog niet gezien, want ik wil eerst dit boek dan lezen. En ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ik weet hier eigenlijk vrij weinig over, behalve dat het ook volgens mij een thriller is. Niet altijd ik. Volgens mij waren ze allebei rond de 300 bladzijden. Nu heb ik met een vriendinnetje een soort van thriller-horror boekclubje gestart. En dit was onze eerste keuze. Dus I'm very excited ook voor deze. Alleen ik wil deze niet verspillen, maar ik wil hem niet in één dag soort van eruit klappen, want ik wil hier gewoon wat langer over doen. Dus ik denk dat als ik energie heb en zin heb, dat ik hier wel een stukje van wil lezen. Misschien aan het eind van de dag of juist een uurtje aan het begin, I don't know. Ik ben heel benieuwd hoe het me afgaat. En ik ben ook heel benieuwd hoeveel ik ga uitkrijgen of hoeveel bladzijden ik überhaupt ga lezen. Maar laten we het maar gaan zien. Het is iets voor 6. En ik ga natuurlijk even een kop koffie knallen. En dan gaan we beginnen. I guess it's time to start. Ik ga trouwens starten met American Psycho. Hij is super intens en ik ben hopelijk bijna klaar. Maar we gaan het zien. Ik ben nu op bladzijde 52. Hij is 399 of zo. Dit is dus het enige boek waar ik een beetje half mee aan het cheaten ben. En een audio boek erbij luister en dan verder lees. Want it's so intense. En anders kom ik er echt niet doorheen. Dus ik klap hem nu ook gewoon, denk ik. En hopelijk ben ik snel klaar. Voor mensen die American Psycho hebben gezien, ik ben nu bij. Oh, als ik het fragmentje kan vinden, dan laat ik het even zien. Maar goed. Jesus. That's it. My god, dat duurde gewoon nog 1,5 uur. Voor. Okay, whatever. Oh my god. Eerste boek is uit. Ik weet niet wat ik hiervan vond. Dit was echt vrij intens. Het is, nou ja, American Psycho. Gaat over een serial killer. Die eigenlijk niet erkend wordt door de maatschappij. Wat hij doet. Dus hij komt, ja, overal mee weg. Vermoord
thousands voor mijn gevoel, maar in ieder geval honderden vrouwen en ook andere mensen. En volgens mij is het wel echt satire. De film is leuk in de zin van vermakelijk en interesting. Eén hoofdstuk gaat over dat hij allemaal mensen aan het vermoorden is op de meest gruwelijke manier. En het andere hoofdstuk gaat over Whitney Houston's muziek. En dan is het dus letterlijk gewoon dat de schrijver een heel verhaal vertelt over het eerste album, het tweede album, de beste singles, de wie het nummer heeft geschreven. En op een ander moment is de personage ieders outfits aan het omschrijven. Dus van de sokken tot de onderbroek, tot aan het shirtje naar whatever. Dus het is... It's a very interesting read. Maar ik ben wel blij dat hij er klaar is. Ik heb er ook echt veel te lang over gedaan. Net moest ik dus nog ongeveer iets minder dan 50 bladzijden lezen. En ik heb er dus gewoon 1,5 uur over gedaan. Maar goed, het zijn ook wel echt volle bladzijden. Hele kleine letters. En toch wel... Ja, het is toch wel lastige leestaal, vind ik. Ik heb in totaal bijna... Niet eens bijna. 12,5 uur gedaan over dit boek. Maar hij is klaar, dus we gaan met iets nieuws beginnen. Daar heb ik wel erg veel zin in. Wel leuk trouwens, is... Ik heb als reading goal 30 boeken. En als ik deze nu finish, dan heb ik mijn 30 boeken goal. Yeah, raving. I completed my challenge. Het is wel een beetje cheating van. Nou, tenminste heb ik 1 boek gefinished in dit boek. Tenminste heb ik 1 boek in deze challenge gefinished. Ik zit even te dubben welke ik nu ga starten. Ik heb heel eventjes gekeken en ik denk dat ik Sharp Objects ga doen nu. Gelezen. Deze is 254 bladzijden. Wat wel even chill klinkt. Die van net was 399. Maar ja, ik deed er dus zo lang over. En ik denk dat deze sowieso wel een stuk meer readable is dan American Psycho. Maar goed, het gaat over een reporter genaamd Camille die teruggaat naar haar hometown to cover the murders of 2 preteen girls. En daarin ook terugkomt bij haar moeder en, even kijken, wat was het nou? Half-sister die ze amper kent. En dat brengt allemaal drama en whatever. Ik weet het niet. Dus ik ben heel benieuwd naar deze. I'm very excited. So I think I'm gonna start with this one. Ik ga even ontbijten en dan ga ik deze oppikken en starten. I guess dat Goodreads niet klopt, want die zei 255, maar het is 327. Ah! It was May 12. Ik ben op 11 mei jarig. Ik vind dat soort dingen altijd heel grappig om te lezen. Vet. Oké, I guess dat ik nog niet heel ver ben. Ik ben nu bijna 1,5 uur aan het lezen. En ik ben nu op bladzijde 58. Ik vind het altijd teleurstellend dat ik niet sneller lees dan dat ik denk. I guess, I don't know. Maar goed, it's getting interesting. Ik wil niet voor jullie spoileren. Ik haat dat als mensen zeg maar te veel weggeven over een boek. Maar ja, I like it. Ik ben benieuwd waar het heen gaat. So far, so good. Dus ik ga even een nieuw kopje koffie maken. En dan gaan we gewoon verder. Mini, mini, mini update. It's getting interesting. I am intrigued. Ik denk dat ik nu een dik uur in zit. 1,5 uur zelfs. Ik ben benieuwd of er echt een goede plot twist in zit. Of, I don't know. Zeg maar, child murders en small town vibes en shit being weird. Ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Main character is kinda an alcoholic volgens mij. Ik heb me eventjes opgefrist. Ik voel me een beetje vies aan het rotten op dit
bankie. Ik heb 4 uur, een letterlijke 4 uur geklokt. Dus ik ga nu eventjes meer mijn best doen. Want ik heb tussendoor gewoon even een beetje, weet je wel, ontbeten, koffietje gemaakt, wat ook mag. Maar ik wil niet tot 10 uur meer hiermee bezig zijn. Of tenminste, ik hoop in ieder geval vanavond ook nog eventjes op de bank kunnen liggen met een pizzetje en even chill. Dus ik wil wel voor 9 uur klaar zijn. Dus dat betekent dat ik iets meer mag doorrammen. En dat ik eigenlijk gewoon nog een lunchbreak heb zometeen. En dan verder ga doorlezen. Gelukkig vind ik het boek wel erg leuk. Dus I'm very happy dat dit gewoon solid choice was. Ik ben erg blij dat dit een leuk boek is tot nu toe in mijn smaak. Dus ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Dus ik ga gewoon lekker verder lezen. En ik update jullie zo meteen weer. Nog 6,5 uur. Het gaat prima, oké. Maar ik besef me nu wel dat ik nog niet eens over de helft ben. Dus ja, het gaat prima. Maar ik moet nog gewoon 6,5 uur. Misschien toch een beetje onderschat, maar goed. Dit is ook waarom ik nog niet 24 uur challenge wilde doen. Ik dacht, ik moet eerst even 12 uur ervaren. En wie weet kan ik dan uiteindelijk 24 uur challenge een keer proberen. Maar dat lijkt me best intens. Want ik merk dat ik nu al wel een beetje denk, oh, nou, ik kan wel even opstaan en even bewegen. Even voor de gezondheid. Hier alleen in ben, maar als ik in een stille houding lig, ik heb zeg maar 16 sloffen aan en een deken over me heen en 3 truien en dus nu ook handschoenen. It's beginning to be better, maar ik krijg het gewoon altijd koud. Zeg maar, zodra de kou in mijn vingers zitten, dan is het gewoon gebeurd. En ik heb al gedoucht vandaag en normaal helpt dat, maar goed, ik lig natuurlijk de hele dag op de bank, maar dat voelt echt zo wretched. Het is ook niet heel makkelijk bladzijden omslaan, maar ik ben wel iets warmer, dus I mean, if it helps, it helps. Al 4 uur. Ik wil niet meer. Of tenminste, I'm having a harder time. Het gaat wel lekker. Maar ik heb bijna geen zin meer om te lezen. Oh my god. Alright, cola. Zo, hartige snack. Ik ga even in een goede houding zitten en dan gaan we gewoon knallen weer. Tussen review, ik vind het boek echt erg leuk. Het is niet constante actie of zo, maar ik vind het verhaal erg intriguing en de personages ook. Het is niet zo moeilijk geschreven. Lees chill weg. Het is niet allemaal 500 bladzijden wat ik vandaag wel even chill vind. En ik ben heel benieuwd wat de afronding gaat zijn. Dus I'm very content met deze keuze. Ik denk dat het wel een goede keuze was voor een one day, two day korte klapper. En ik denk ook dat dit echt wel een chill boek is om bijvoorbeeld op vakantie mee te nemen. En dan op het strand, weet je wel, in 2 dagen uit te lezen of 1 dag. Nou, mijn vriend is thuis en die moest me even hermotiveren om verder te gaan. Want ik was aan het jammeren dat ik niet meer verder wil lezen gisteren had. Ik ben bijna klaar met deze. En dat moet sowieso ook wel lukken. Maar ik heb nog 3 uur op de klok. En hij gaat nu series kijken. En ik dacht van, ik wil ook met jou series kijken op de bank. En ik wil chillen. En ik weet dat lezen ook chillen. Maar right now,
I've been added, you know. Ik had even geen zin meer. Maar oké, okay, hij heeft me gemotiveerd dat ik niet moet stoppen. Dat ik er bijna ben. En dus gaan we gewoon verder natuurlijk. Ik ben echt best wel ver in deze. Ik zit op 274 en het is ongeveer 330-ish bladzijdes. Dus I'm getting there. I'm almost done. Er zijn al wat plot points gevallen en van alles. Dus ja, ik ga weer door. Huh. Almost there. Jesus Christ, bro. Chapter 17. Oh, man. Yeah. Finished. Ik heb hem uitgelezen. En I really liked it. Ik moet toch even nadenken wat voor cijfer ik dit geef. Ik denk in ieder geval een 3 of hoger. It was nice. Ik vond denk ik enige kritiekpunt dat het laatste stuk een beetje, zeg maar, een soort van plots conclusie en alles. En daarna nog ander deel. Dat had wel iets meer kunnen zijn dan 10 bladzijden. Dat is denk ik het enige wat ik iets minder vond. Maar verder, I really enjoyed it. En ik ben excited ook om de serie te kijken. Want het is een serie, niet een film. Ik weet niet meer of ik zei of het een film was of serie. Maar het is een serie. En met ook een goede cast. Ja, I liked it. Oké, ik heb dus nog 2 uur op mijn klok staan. Dus ik moet nog 2 uur. Maar ik voel me goed. Ik heb in ieder geval een boek uitgelezen. Een heel boek uitgelezen. En ik ga er eentje starten. En ik denk dat ik gewoon die Best Friends Exorcism ga starten. En dan kan ik die daarna gewoon verder lezen. Ik vind het een goed plan. Jongens, ik vind het echt amazing. Zeg maar, ik had net met mijn vriend laatst besproken van, weet je, qua bookish vibes en mijn interieur vibes, it's just cozy 80s vibes. Vibes. Daar gaan we, laatste 2 uur. Yeah. Echt peak branding. Oh ja, dat zijn mijn vrienden ook. Alle titels zijn nummers uit 80s. Dus muziektitels van muzieknummers. Ja, sorry jongens, ik zit hier al echt dus heel lang. Dus mijn brein is een beetje dood. Maar goed, dat is wel een leuk detail. Dat is echt me hoor. I've been waiting, man. Yay! You did it! You finished the challenge! Yay! Yay for you! Yay! Big yay! Big American yay! Wow, you did it! You wasted 12 hours of your life! Wow! Yay! Wow! Yay! Big yay! Wow! Whoa. Nee! Stop! Please! Oké! Okay. Stop it! Ik heb nog 50. Stop! Ik heb nog. Stop! Ik heb 50 bladzijden gelezen in deze. Voor ongeveer 2 uur. Ik heb wel een beetje gecheat, want ik. Nou, mijn hoofd is een beetje moe. Maar. Nee! Stop! Stop! You're annoying. You know that? I'm awesome. Dus ik heb 419 bladzijden gelezen. Voelt altijd wel minder dan dat je denkt in je hoofd. Maar goed, wel 12 uur gelezen dus. Ik heb het gedaan. Ik heb 2 boeken uiteindelijk uitgelezen en eentje begonnen. Dus wel 3 verhalen deels start. En deze is tot nu toe erg leuk. Het is nog niet heel spannend, maar juist very 80s comedy horror vibes. En ik ben dus pas bij 60.
50, 60. Dus dat is ook niet zoveel. En de pizza is klaar. Dus joe, doei. Pizza time. Pizza time. Hoi.